Mooi, nou is het genoeg. Hé, hey, wat is er met jullie aan de hand? Hij vraagt me net waarom ik niks aan mijn adem doe. Tja, als het gaat om mondverzorging, moet je Colgate-tandpasta gebruiken. Dan krijg je echt een frisse adem van. En dat geeft je zelfvertrouwen. Regelmatig poetsen met Colgate met Gardeau voor een frisse adem. En dat geeft je zelfvertrouwen. Ja, Colgate geeft je zelfvertrouwen door een frisse adem. Kijk, zij weet het. En zij? En natuurlijk weet zij het ook. Dat je als vrouw soms extra goed moet letten op je conditie. En dat het daarom zo'n goede gewoonte is dagelijks een glas pleegzuster bloedwijn te drinken. Om het ijzer en die andere bouwstoffen. Pleegzuster bloedwijn. Je blijft er fit bij. Heinz tomatenketchup. De echte. En dat proef je. De wetenschap voegt aan de citroen 3 werkzame bestanddelen toe om zo citroensant te maken. Een warme, medicinale citroendrank om de verschijnselen van verkoudheid en griep te bestrijden. Al het goede van de natuur, alle wetenschap van de mens. Betrouwbaar bij verkoudheid en griep, citroensant. Je doen als je voor Randstad werkt. Randstad en zijn bureau. Lodewijk, ben je nou nog niet klaar? Even een vlekje wegwerken. Als je aan lekker knabbelen denkt, hè, denk je toch meteen aan een knabbelkenner. Ja, en als je aan een knabbelkenner denkt, denk je meteen aan Nibbit. Ja, en als je aan Nibbit denkt, denk je toch meteen aan... Hé, zijn er zoveel verschillende? Daar moet ik toch eens aan denken.